Veel voorbereiding en kennis nodig over narcisme om het misbruik te stoppen. Deel 2. Dag vriend, hier is een belangrijk video voor jou. Ik moedig je aan om deze aandachtig te bekijken en te delen met anderen. Samen kunnen we bewuste wereld verrijken door waarde toe te voegen bij elkaar. Dankjewel. Johan Persin, NPD kan geen serieuze intieme relaties onderhouden en daarom moet hij opnieuw op jacht naar de vroege stadia van een relatie. Pathologische narcisten proberen te bewijzen dat ze superieur zijn. Ze hebben de neiging om anderen verkeerd in te schatten. Daarbij reageren ze overdreven op het gedrag van anderen. Bovendien zijn ze extreem egocentrisch. Als vanzelfsprekend hebben ze geen empathie voor de gevoelens van anderen. Ze zijn bereid om andere mensen te devalueren en te vernederen. Haar vader heeft Barbara geleerd dat als zij een vorm van misbruik zou meemaken, emotioneel, fysiek of seksueel, dat zij de misbruiker zonder genade zou moeten blootstellen alleen door de misbruiker bloot te stellen konden we het misbruik stoppen volgens haar vader a ze heeft zijn minnares ook blootgesteld die alles verborgen had gehouden omdat ze altijd tegen iedereen zegt dat ze katholiek is dat ze zelfs niet bij een getrouwde man kan zijn barbara wist het toen nog niet maar weet zij dat ze een potentieel slachtoffer is mijn vader geloofde dat openbaar maken de manier was om de misbruiker te stoppen tegenwoordig zijn zinnen omstreden zij weet hoe zij met al zijn leugens moet omgaan. Haar echtgenoot beschuldigt haar van alles. Maar zij kon bewijzen verzamelen en zij documenteerde bijna alles. Ze hebben in minnelijke schikking echtscheiding geprobeerd, maar het lukte niet. Sterker nog, zelfs zijn advocaat wilde na een tijdje niet meer daaraan meewerken. omdat Danny zich als een kind gedroeg en nooit echt de ernstige problemen wilde oplossen die ze hadden. Haar advocaat beval een neutrale psycholoog aan. Die psychologen diende alleen om zijn woede tegen Barbara te verbergen. Maar dat was het allemaal waard. Inmiddels heeft zij daardoor veel geleerd over narcisme. Zij werd elke dag sterker. Om te procederen had zij een superadvocaat met veel ervaring ingehuurd. Zij heeft veel gelezen, beluisterd gestudeerd en geleerd over narcisme. Alle artikels van mij op mijn website heeft ze gelezen, totdat ze na haar moment kreeg herlas zij de blogs die op haar betrekking hadden. Haar vrienden en familie steunen haar en helpen haar zelf voor de scheiding te betalen. Het is een erg dure echtscheiding. Zijn vrienden, die zijn vrienden waren voordat ze trouwden, zijn ook haar vrienden gebleven. Evenwel spreken ze niet meer met hem. Sommigen van zijn familie doen hetzelfde. In feite praten alleen vrienden die de hele waarheid niet kennen met hem. Maar deze mensen interesseren haar helemaal niet. Hij is een eenzame man. Nochtans heeft zij zelden medelijden met hem. Nooit had ze gedacht dat zij zo sterk was. Zij zegt dat de teksten over veerkracht en transformatie veel hebben geholpen. Zij heeft veel geleerd in de afgelopen zeven maanden en alles wat ze kon heeft ze toegepast. En veel van haar kracht en veiligheid heeft ze te danken aan gesprekken met mij. Haar rechtscheiding is nog niet achter de rug, maar ze zal niet opgeven om op te komen tegen deze monsters. Ze heeft geen contact met hem en zelden heeft ze last van co Als ze het moeilijk heeft, door opkomende gevoelens van verlies en medelijden, dan gaat ze mediteren. Omdat ze geen kinderen met hem heeft, zal als dit voorbij is, Danny geen seconde nog van haar gedachten verdienen. Het is niet gemakkelijk, maar ze heeft geluk door al die verbondenheid. Het hekelen van de narcist: Het is absoluut rechtvaardig en indien mogelijk om de narcist aan de kaak te stellen. Dit zal er zeker voor zorgen dat de narcist weggaat. Narcisten zullen zeker vertrekken wanneer het masker wordt afgetrokken. Immers een valse zelf kan de waarheid niet verdragen. Ze zullen echter noodverantwoordelijk zijn. Als het enkel bij die blootstelling blijft gaat het niet over onze persoonlijke verantwoordelijkheid, genezing of evolutie. Gewoon rechtvaardig zijn, betekent dat we hoogstwaarschijnlijk gewoon een andere persoon in pijnlijke ervaring zullen aantrekken om rechtvaardig te worden. Als er geen verdere genezing is van onze kinderwonden, lopen we het risico om opnieuw narcisten aan te trekken die daarop inhaken. Rode vlaggen voor narcistische persoonlijkheidsstoornis Hoewel de diagnose het best wordt overgelaten aan professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zijn er enkele veel voorkomende symptomen van defensief, pathologisch narcisme die de gemiddelde persoon kan leren herkennen. Ik zie deze als rode vlaggen voor narcistische persoonlijkheidsstoornissen. Je weet dan hoe je op die rode vlaggen dient te reageren. Dan kun je ook de technieken ontmantelen die personen als een Danny gebruiken. Dit is effectief ook zonder dat er een diagnose werd gemaakt. Zo'n diagnose krijgen is immers in veel gevallen niet mogelijk. Met dit artikel leg ik nogmaals uit wat narcistische triangulatie is. Maar belangrijker, vooral hoe je er los van kunt komen. Je wilt de leugens blootleggen. Maar ook afkomen van je grootste probleem dat is jouw eigen waarde aan anderen ontlenen. Dit geen grens kennen aan je empathie maakt dat je gemakkelijk om te praten bent door het medelijden dat je voelt. Je stierf als het ware als iemand waarvan je dacht dat zij, hij van je hield veranderde in je te haten of vernederen. Nog een specifieke techniek door de NPD wordt gebruikt, triangulatie. Het lijkt erop alsof narcisten jaloerse of afguntige medewerkers als hun slachtoffers identificeren. Narcisten nodigen hen uit om mee te doen met hen. Ook dat is een vorm van triangulatie. Ze proberen zelfs vrienden te maken met de vrienden en familie van de slachtoffers, zodat de slachtoffers het gevoel hebben dat ze niemand hebben en in volkomen isolement terechtkomen. Triangulatie is een veel voorkomende tactiek die narcisten gebruiken om misbruik te veroorzaken. De meeste mensen die ik heb gesproken in de chat hebben triangulatie ondergaan, zoals ook ik persoonlijk heb gedaan. Het is echt belangrijk dat je op een diep niveau triangulatie begrijpt, wil je van de NPD kunnen loskomen. Wat is triangulatie? Triangulatie is een indirecte dynamiek van communicatie en gedrag die ongezond is, waarbij meer dan twee mensen betrokken zijn. Het kenmerk van triangulatie is zijn geheime operaties, bedrog en misbruik. De eenvoudige definitie van triangulatie is: één persoon die een ander aanvalt, in discredit brengt, smaad, laster, roddel. Leugens, of, een misbruik maakt van een andere persoon met behulp van derden of instellingen. Er zijn drie traditionele delen van de driehoek. Dit zijn: 1. De vervolger procentu 2013 rechtsboven in de driehoek, 2. De redder procentu 2013 linksboven van de driehoek, en... 3. De vervolgde procentu 2013 onderkant van de driehoek. Veel mensen. Op een oppervlakkig niveau geloven dat er maar één persoon in de driehoek onbewust handelt. Of hoogte twee, wat natuurlijk logisch is als we niet geloven dat we ons eigen bewustzijn moeten verhogen om ons leven te veranderen. Narcisten in het bijzonder denken dat de enige manier waarop ze gezond en veilig kunnen zijn, is als ze andere mensen verantwoordelijk houden. Ik ben niet tevreden met dit machtloze model. Daarbij geloof ik dat als wij ervoor kiezen om onbewust te blijven, we niet in staat zijn om los te komen van en te herstellen van toxische situaties. Uiteindelijk wil je een gezonde relatiedynamiek creëren en eraan deelnemen. Wat ik me realiseerde toen ik diep in triangulatie gestort was, was de misleiding ervan. In het bijzonder moest ik in mijn eigen leven helen. De tegenwoordigheid van de gaten in mezelf, die me niet alleen één, maar ook twee kanten van de driehoek hadden doen spelen. Ik ben de ontvanger van vervolging geweest op de bodem van de driehoek. Daarnaast ben ik ook in de linkerbovenhoek van de driehoek geweest toen ik mezelf verdedigde tegen narcisten en ook andere mensen verdedigde die de narcisten in discredit brachten. Als je eerlijk tegen jezelf bent, zou je ook kunnen herkennen dat je ook de leugens en bedrog van de narcist hebt gekocht en hem of haar hebt geloofd met betrekking tot het in discredit brengen van anderen. De waarheid is, om alles in ons leven te helen en te begrijpen, en om langs elke pijnlijke les te evolueren, moeten we over onszelf reflecteren om bewust te worden van onze denkwijze en handelingen. Daarom monitor jezelf. We kunnen de delen van onszelf herkennen en opwaarderen. Voordat we deze delen hebben genezen zullen die uitgestoten innerlijke delen ons naar de ongezonde triangulatie leiden. In ieder geval lopen we een risico dat we hebben bijgedragen aan het voeden van de triangulatie. Laten we kijken naar de drie rollen binnen triangulatie. Lering over narcisme is de kenmerkend begrijpen van de vervolger. Deze functie is waar persoonlijkheden met een hoog conflictgehalte zich tot aangetrokken voelen om uit te voeren. De ironie is dat de vervolger geheel gelooft dat hij of zij het slachtoffer is. Wat we moeten begrijpen is dit: de narcist is ernstig emotioneel belemmerd en onderontwikkeld door bijvoorbeeld een gebrek aan objectconstantie. Ongeacht hoe mentaal sterk een narcist ook lijkt te zijn, hij of zij heeft de emotionele intelligentie van een boos, irrationeel jong kind. Reflexmatige reactie Omdat de narcist zulke intensief verstoten innerlijke delen van schaamte en zelfhaat heeft, gedraagt de narcist zich niet alleen explosief na het waarnemen van enige kritiek. ongeacht of het als kritiek bedoeld was of niet? De narcist zal immers elke verantwoordelijkheid verwerpen als een reflexmatige reactie. De narcist heeft zonder succes geprobeerd om zijn of haar donkere en pijnlijke binnenschimmen te verwijderen. Evenwel, ze bestaan nog altijd. Omdat de narcist die donkere innerlijke schaduwen niet zal omhelzen, nog verantwoordelijkheid voor hen kan nemen of ze genezen, legt hij die kant op aan de persoon die het doelwit is van de narcist. Dus de narcist gelooft in zijn of haar slecht geadapteerde denkwijze dat jij de pathologische persoon bent die afgrijzelijk gedrag uitbeeldt. Ook denkt hij of zij dat de narcist het slachtoffer is. De narcist valt aan en probeert de delen van zichzelf te verdelgen die hij of zij vraagt, de delen die hij tenslotte op jou heeft geprojecteerd. Dit is de ironie van narcistische mishandeling procent u 2013 de narcist handelt en misbruikt je. Vervolgens geeft hij je de schuld voor deze daden en probeert je verder te straffen. Op onze website vind je de verschillende mogelijkheden. Als John schrijft word je verwittigd als er een nieuwe video is. Vooral leer ik ga, wil ik mijn dankbaarheid uitdrukken aan de prachtige gemeenschap voor al de ondersteuning die we krijgen. Stop met magisch te denken, bijvoorbeeld, dat jij de narcist kunt veranderen. Doe dat niet meer. Dan wordt het leven veel waarachtiger en ook veel gemakkelijker. Ik hoop dat deze video en de volgende van deze reeks je helpen te begrijpen wat je moet doen om resultaten te bereiken in je leven. Ik zal je helpen om dit bij jou te actualiseren. Je kunt meer vinden in de Extra Procent U 2019-nes op onze website. Vergeet niet dat er hoop is als je leidt onder narcistisch misbruik. Er is zelfs meer dan hoop. Je kunt volledig aan de overkant komen waar geen wanhoop meer is. Je kunt een persoon worden met een positieve uitstraling. Als je pas begonnen bent te ontdekken wat er in je situatie voorvalt, en je bent niet zeker, ga dan naar onze website en onderschrijf de nieuwsbrief van Melanitonia en vast die ik volledig ondersteun, zodat je hier jouw leven kunt opbouwen. Of bekijk het herstelprogramma van Melanie. Je vindt al deze links onderaan deze video. Ik hoop dat deze video klaarheid heeft gebracht over jouw situatie, waarvan ik weet dat het enorm verwarrend kan zijn, een situatie waarvan je dacht dat je nooit zou kunnen inbelanden. Vergeet niet dat je niet alleen bent in onze gemeenschap, ik hoor straks van jou in de volgende video. Vergeet niet om deze video een duim te geven en ons videokanaal te onderschrijven. Blijf glimlachen en genieten van de kleine dingen, zodat je kunt verbeteren en veranderen, want er is weinig anders dat je kunt doen dan je eigen leven op te bouwen en hier en daar iemand helpen. Ook vooral fijne dingen doen met je kinderen als je die hebt. Dank je wel om naar deze video te kijken en te luisteren. Als je blijft luisteren en kijken naar deze video's, dan zal je leren hoe je emotionele afhankelijkheid van narcisme kunt gedaan maken. Ook hoe je het trauma en de pijn kunt verbeteren en veranderen. Alsjeblieft besef dat je nu op de juiste weg bent en als je nog een aantal video's aandachtig bekijkt, zal je zoveel meer klaarheid hebben. Als je onze website onderschrijft of een van onze pagina's op sociale media bekijkt, dan nu een naaie inbox. Vergeet ook niet om de nieuwsbrief van Melanie te ondertekenen. Verwijder misbruik in je leven om het geluk en de vrijheid te creëren die je wenst. Je kunt vandaag starten door dit videokanaal te onderschrijven door op de gele knop te drukken en subscriben. Bekijk dan alle mogelijkheden die je vindt op mijn website om je leven te veranderen.